Het al vergeten. Goedemorgen allemaal. Goeie zondagmorgen allemaal. En welkom bij de ondertussen zevende Facebook Live van deze week in mijn Facebook Live videoserie, waarin dat ik elke dag een Travac-alumna over de vloer krijg. Deze week nog tot en met volgende week vrijdag. En vandaag heb ik niemand minder dan Caroline Dupont op bezoek. Goedemorgen. Goeie zondagmorgen, Tonke. Merci om de tijd te nemen om op zondagochtend al mijn vragen te beantwoorden, alle vragen van alle kijkers te beantwoorden. Maar vooral om ook een beetje te vertellen hoe dat jij als fotograaf naar een schaalbaar product bent overgeschakeld. Want dat is eigenlijk een beetje de topic van vandaag, hè? De teaser, hè? Dat je een schaalbaar product... Iedereen een schaalbaar product kan maken, zelfs fotografen. Want ja. We zijn een fotograaf, hè, voor wie dat jou niet kent. Je bent fotograaf, maar je bent ook een creatieve generalist. Heb je mij verteld, veel goestingsjes, veel passies, veel interesses. Zoals zovelen die Travac Business School volgen. Je bent ook iemand die koppig is, heb je mij verteld. Absoluut, absoluut. Mijn vrienden gaan dat kunnen beamen. Maar dat is vooral vastberadenheid van weten wat je wilt. Of wat je niet wilt. Oké, ja, want dat zeg je ook. Hè. Ik doe graag mijn eigen ding. Ik doe graag mijn eigen goesting. Ik stippel graag mijn eigen pad uit. Ja, en dan past jij heel goed bij Travac Business School. Hè? Absoluut. Alright, trouwens, wie dat live aan het kijken is, laat het even weten, want ik zie dat cijfertje naar omhoog gaan van de aantallen die live aan het kijken zijn. Dus gooi het even in de comments, dan kan ik zien wie dat er live bij is. Goedemorgen trouwens. En als je vragen hebt, kun je ze natuurlijk ook altijd in de comments, in de chat gooien, zodat we die kunnen beantwoorden. Hè? Maar goed, laten we beginnen bij het begin, Caroline. Je bent fotograaf, wij kennen elkaar ondertussen al een aantal jaren. Het was niet in 2020 dat je deelgenomen hebt in Travac, de eerste keer dat je deelgenomen hebt. En ik zeg expliciet de eerste keer. Want je hebt eigenlijk twee keer deelgenomen aan Travac Business School. Daar moeten we het zo biedt even over hebben. Maar de allereerste keer was in 2019. Ja. Hè? Ondertussen dus... Ja, ik was al lid van Zeker van haar zaak in 2018. Van de betalende community toen. Ja, ja. Vertel een keer even rewinden naar 2019. Deze periode, er was nog geen sprake van corona of niks aan dat. 2019, deze periode, je werd een fotografe. Wie waren toen? Hoe zag je een business eruit? En wat heeft u op die moment doen beslissen om te zeggen, ik ga nu voor Travac Business School gaan? Wel, ik ben inderdaad ook nog maar... Pas sinds 2018 eigenlijk fulltime freelance fotografe. Daarvoor werkte ik in een productiehuis in het kader van Takshelter, dus totaal anders eigenlijk. Eind 2017 ben ik daar gestopt en heb ik een sabbatical gedaan. Dus in 2018 heb ik dan beslist om mijn passie voor fotografie te volgen en er gewoon vol een bak voor te gaan. Want ik had geen andere job, dus dat was niet in bijberoep, maar dat was direct in hoofdberoep dan. Dat kan ook. Ja, ook al moest ik het van scratch, van nul opbouwen natuurlijk. En ja, in het begin kreeg ik wel, dankzij mijn netwerk, wat opdrachten binnen en zo. Dus ik dacht van, oké, super goed bezig, want ik haal wat opdrachten binnen. Maar dan aan een tijd besefte wel van, oei, je hebt wel hier en daar een keer eens een fotografieopdracht dat je mocht doen. Maar die inkomsten waren niet genoeg om... Al mijn onkosten, sociaal bijdragen en lasten en wat is het allemaal, belastingen, lonen enzovoort te trekken. Dus eigenlijk besefte ik toen van, oei, zo goed ben ik dan toch niet zo goed bezig. Ik was een beetje aan het aanmoderen, aan het ploeteren. Ik was dan al lid van de Zeker van haar zaken community en ik zag dan Travac passeren. En dat kwam eigenlijk voor mij op het juiste moment, want ik besefte van, oké, ik heb echt zo die shot onder mijn gat nodig om die roadmap te gaan uitstippelen voor mijn bedrijf en doelen te gaan zetten. En echt wel alles in handen te pakken als ondernemer effectief. Hè? Want ik was wel dan een creatieve, maar als creatieveling een onderneming opbouwen, er komen zoveel zaken bij kijken die je eigenlijk op dat moment niet beseft. En daarmee dat Travac mij toen echt wel heeft geholpen. Omdat ik mij toen ook zo'n beetje
een deadline had gegeven van ik geef mij 1 jaar. En als het na 1 jaar niet lukt, ja, dan ga ik iets anders moeten doen. Hè, want de inkomsten moeten er wel geraken. En ja, dankzij Travac is dat dan wel gelukt. Ja, dus je waart fulltime zelfstandig al, je waart fotograaf, je had opdrachten, op zich de dingen draaiden goed, je waart wel content daarmee, maar je kwam ook wel tot de conclusie van ja, het is qua omzet eigenlijk niet voldoende om echt, ook al doe ik het fulltime in hoofdberoep, maar eigenlijk is het niet voldoende voor de lifestyle die dat ik wil en dat mag wel wat opgeschaald worden. 1 en 2... Ja, ik ben wel creatief en dat zorgt er wel voor dat ik heel goed mijn klanten kan helpen. Maar als het gaat over ondernemersskills, die heb ik eigenlijk niet in de vingers. Als ik dat zo aan ik zie zo. En ook zo heel, ik denk dat ik in mijn live van vorig jaar, want ik heb vorig jaar ook een live met jou gedaan, Lien, dat ik toen ook zo het heb zitten uitleggen dat ik nog zo mijn facturen in Excel maakte en zo. Dus niks geautomatiseerd of niks heel efficiënt eigenlijk. En dat zijn ook zaken die je die ik dankzij Travac heb geleerd om die echt in handen te pakken en dat helemaal om te gooien. Hè. Dus die efficiëntie en automatisatie, die is er ondertussen wel voor een pak bijgekomen. En dat was... Zodat je meer tijd hebt om je goesting te doen. Ik heb je zo geïntroduceerd. Hè. Je wil je eigen ding doen, je wil je goesting doen. Dus ja, ik veronderstel dat factuurtjes in Excel maken daar niet echt onder vallen. Nee, ik was heel goed in administratie voeren. En toen ik zo in een 9-to-5 shop werkte, deed ik dat nog wel graag. Maar nu als solo-ondernemer, nee, laat maar. Ja, dus je hebt dan na dat jaar, Travac 2019 was dat. Ondernemerskills geleerd, op een andere manier naar je business. Wat is er na dat jaar veranderd voor jou? Als je moet kijken naar pre-Travac en dan een jaar later, hoe zag het bedrijf van Caroline en de ondernemer Caroline eruit begin vorig jaar, 2020? Ja. De mindset was wel iets dat heel erg veranderd is, omdat je in Travac ook leert van je waarde te bepalen, je prijsbepaling en zo verder, je doelen te zetten. Dus dat waren echt wel zaken die mij heel erg hebben geholpen om te zien van waar wil ik staan als fotograaf. Maar ook die mindset van je zelfwaarde te kennen en prijsverhogingen eventueel door te voeren op momenten dat het moet. En dat je dat ook kunt doen. Hè? Dat je daar zo niet met mijn kousenvoetjes moet gaan twijfelen van oei, mijn prijzen zouden wat moeten stijgen of zo. Want eigenlijk verdien ik toch niet te goed om al die onkosten te gaan dekken en zo verder. Dus om die mindset eigenlijk te krijgen, is Travac ook heel belangrijk geweest. Ja, super. En dat was dan begin 2000. Trouwens, als er vragen zijn, we zijn ondertussen al 15 mensen aan het kijken. En je vroeg mij daarnet nog, voordat we live gingen, van ja, mensen kijken er zo gemiddeld live naar de uitzending. Ik zeg, ja, zo tussen de 15 à 20 ongeveer, al iedere keer. Dus kijk, het zijn er 15 nu, dus we gaan uitkomen Maar als je aan het kijken bent, gooi het even in de comments. Laat het ons weten, want ik kan niet zien wie dat jij bent. Ik zie alleen dat er 15 mensen aan het kijken zijn, maar ik weet niet wie. Dus als je het in de comments even laat weten, dan kan ik ook zien wie dat jullie zijn. Hè. Nu, Caroline, dat was het begin 2020. Hè? En dan heb je gezegd, ik ga nog eens meedoen aan Travac. wat trouwens kan, hè? We hebben het er eigenlijk nog nooit niet over gehad. In geen enkele Facebook Live, dat staat ook niet op de website van Travac Business School of zo. Maar ieder jaar hebben we een aantal Travakkers die beslissen om het jaar nadien nog eens een keer mee te doen. En dat kan gratis zijn of aan een fractie van een kost, van de normale inschrijvingsprijs. En we hebben soms dus een aantal mensen die zeggen, ik ga Travac nog eens doen. En ik hoop dan altijd wel in stilte dat dat niet is, omdat ze teleurgesteld waren in Travac. Waarom heb jij dan nog een tweede keer meegedaan? Wat was jouw redenering daarachter? Vorig jaar gekozen om affiliate te zijn, hè, net zoals nu, omdat ik gewoon ook al, ik was zoveel reclame aan het maken over Travac eigenlijk, omdat ik het ook uitdroeg van dat het mij had geholpen. Dus ik dacht van ja, dan kan ik beter maar affiliate worden, want ik zit overal te zeggen wat voor goeds dat mij dat heeft betekend, hè, voor mijn onderneming. Dus daarmee kan ik gerust het op die manier doen. Dus heb ik
op die manier ook de toegang gekregen voor Travac. En sowieso in het eerste jaar heb ik Travac gevolgd, maar ik heb dat zo'n beetje, ik weet niet of jij je dat nog herinnert, maar ik heb dat echt zo doorgespurt. of ik heb me daar echt zo, ja, omdat ik echt zo alles wou meepakken. En wat dat voor mij toen heel erg heeft geholpen, is alle modules te doorlopen. Ook de dingen die op dat moment nog niet van toepassing waren voor mij. Maar ik weet dat er sommige mensen zoiets hebben van, oké, ik moet alles doen op het moment dat die modules vrijkomen. En sommigen blijven een beetje hangen, omdat ze weten van, oei, hier weet ik nog niet wat of hoe. Terwijl ik had dan de neiging om dat zo'n beetje te parkeren. En dan ging ik gewoon naar de volgende module. En eigenlijk, als je dan zo wat verder in de cursus gaat, weet je terug van, ah ja, toen die module dat ik even heb geparkeerd, dat komt nu van pas. Of later, dat je weet van, ah ja, daar moet ik in de toekomst aan werken. Of daar moet ik naartoe. En dan kan ik daarmee aan de slag. Ja. Dus zo heb ik eigenlijk het eerste jaar Travac gevolgd. En ik wist eigenlijk dat er nog een paar modules waren die op mij stonden te wachten. Een website dat werkte, e-mailsequenties en zo verder. Waar dat zo het eerste jaar dat ik daar een beetje werd door afgeschrokken. Ja, plus. Dat ik dacht, het jaar waren we zo druk bezig met je Excel-facturen te automatiseren. Voilà. Ja, dat was eigenlijk heel snel gebeurd, hoor. Dus eigenlijk is dat allemaal niet zo moeilijk om dat te automatiseren. Nu gaat daar wel iets belangrijks aan, denk ik. En dat is ook waar dat we nu nog wat meer begeleiding ook in geven voor trackers die nieuw zijn in het traject. En wat we nog niet hadden in de editie dat jij gevolgd hebt toen in 2019, maar wel in de editie van vorig jaar en ook in de editie dat nu komt, dat we eigenlijk de 6 modules, want daar zitten behoorlijk wat lessen in, opgesplitst hebben in verschillende levels. Een level 1 en een level 2. En afhankelijk van, ja, wat dat jouw expertise al is binnen een bepaalde topic, maar ook afhankelijk van hoeveel tijd dat je hebt en hoe ver dat je daar al mee staat, kan je eigenlijk kiezen van, ik doe alleen maar level 1, want dat is al meer dan genoeg voor mij op dit moment. En level 2 doe ik dan in de zomer of op een later moment, wanneer dat het mij beter uitkomt. Of, als het gaat over, ik zeg maar iets doelen zetten, ja, ik heb dat in de vingers, ik doe dat elk jaar, check, check, check. Dan doe je direct level 1 en level 2. Hè? Dus dat is een feedback die dat we van jullie gekregen hebben en eigenlijk die levels hebben ingebouwd. En wat dat jij hebt gedaan is eigenlijk, ja, waar dat we nu mensen wat mee helpen ook om te beslissen van hoe diep ga ik gaan binnen in een module, zodat je niet, want soms hebben we dat gezien, dat mensen dan een beetje verstijven. Zo van, oei, ik kan niet verder naar de volgende module, want ik heb nog niet alles afgewerkt in deze module, wat dat op zich eigenlijk niet erg is. Hè? Dus merci voor dat te delen, want zo proberen we mensen effectief wel doorheen heel het traject te loodsen binnen de 10 weken dat we samen het traject ook doorlopen. Maar goed, er zaten daar nog modules te wachten op jou, zei je. Ja, vooral het feit van dat je website voor jezelf moet laten werken. Mijn website, dat was een oude website, ik heb die ooit zelf gemaakt, dus dat was voor mijn Caroline Dupont Photography bedrijfje dan wel een prioriteit. Dan ineens kwam corona, dus alles viel ineens stil. Dus eigenlijk toen, die periode, heb ik ook wel beslist om aan die website te werken. Maar ineens mocht ik, want tijdens de eerste lockdown ter info, mocht ik ook niet werken. Ik werd echt gewoon op de niet noodzakelijke lijst van beroepen gezet. Dus ik mocht gewoon ook niets doen. Maar op een bepaald moment in mei, begin mei, mocht ik terug beginnen werken als businessfotograaf. Dus dan is eigenlijk zo die website, moet ik toegeven, zo'n beetje gestopt. Dus mijn website designer die wacht waarschijnlijk nog altijd op veel feedback van mij, want ik moet nog dingen aanleveren. Maar het zit nu bij mij. Maar hij staat online. Ik weet dat het ver van perfect is. Maar dat heb ik ook geleerd vanuit Travac. Better than perfect. Ik denk dat jij af en toe eens onder mijn voeten hebt gegeven, omdat mijn perfectionistisch kantje naar boven kwam, maar dan gebeurt er gewoon niks. En normaal gezien, pak een jaar geleden, had ik gezegd van ik ga die website niet online zetten. Maar nu heb ik zoiets van, voort, de pagina's die klaar zijn, die zijn goed. Dus de mensen mogen dat zien. En af en toe krijg ik wel een keer een melding van zeg, ik zou graag een fotoshoot willen boeken, maar de prijzen staan nog niet online. Wat is het tarief? Wel, voilà, dan stuur ik nog even zo. Dat is dan niet geautomatiseerd. Dat komt eraan.
Maar ja, zo die zaken, dan weet ik wel dat ik daar aan moet werken. Ook e-mailsequenties enzovoort voor mezelf. Maar dat is net zo door het vak dat je weet van dat en dat en dat, daar moet ik nog aan werken, hè, om te optimaliseren enzovoort. Dus ik weet dat dat zo van die lampetjes zijn die zo nog zitten te knipperen van ah ja, oké, daar ga ik wel eens werk van maken. Dus dat is, ja, het is gewoon heel interessant dat je op een bepaald moment gewoon weet van daar moet je naartoe. En ja, dat is dankzij die roadmap van Travac die je wel meekrijgt. Voilà, voilà. Je hebt dan je video's, je hebt dan je werkboeken, je hebt je software user manuals. Mm-hmm. En we hebben ook 20 software user manuals. Dus basically op het moment dat je zegt van in heel je Travac periode dat je erin zit, hè, want je hebt access vanaf 22 februari, maar helemaal tot het einde van het jaar. Dus ja, dat zijn toch een dikke 9 maanden. Hè, dat je gewoon kan zeggen, nu is de tijd rijp om een keer aan mijn website te zetten. Dat gebeurt dikwijls in de zomer, hè, als mensen een keer wat meer tijd hebben. En dan pak je dat gewoon weer terug allemaal op. Hè. Je pakt die video's erbij, dat werkboek erbij, die manual erbij, van hoe dat je analytics opzet en hoe dat je opt-ins maakt, et cetera, et cetera. Je pakt het er gewoon bij en hupsakee, je begint eraan en je werkt er verder mee. Hè. Dus, ja. Cool, wij zijn toren. Er komen ondertussen een heleboel reacties binnen, veel hartjes. Doreen die zegt, ik herken mij heel erg in jouw verhaal. Doreen Daans is ook een fotografe. Chris die zegt, goedemorgen. Van iemand die niet zo goed is in administratie. Er is dus nog hoop, zegt ze. Ja. Super interessant, zoals prijsstelling. Ja, honestly, Chris. Allee, zij dat je een secretaresse of virtuele assistente bent, zijn de meeste mensen niet goed in administratie. Je laat staan. Allee, ook gewoon omdat de meeste ondernemers dat gewoon niet wijs vinden om te doen. Allee, ik het toch niet, in ieder geval. Dus, en ik denk, wat je niet graag doet, ja, daar word ook niet goed in uiteindelijk. Mm. Hè? Dus vandaar dat we in Travac wel echt jou de tools geven van hey, deze is software dat je daarvoor kan gebruiken. Hier is de manual, hoe dat je ermee kunt beginnen werken. Hier zijn voorbeelden daarvan. Ja, zodat je daar niet mee moet bezighouden hè, als ondernemer. Het zijn plezantere dingen om te doen, denk ik dan. Zoals foto's trekken in jouw geval bijvoorbeeld. Goed, voor wie dat aan het kijken is en je hebt vragen voor Caroline over haar 2 edities eigenlijk van Travac Business School. Hè. We gaan nog straks even over die 2e editie hebben. Maar als je daar vragen over hebt, of je bent een fotograaf, je hebt vragen voor haar, of je hebt vragen over die administratieve automatisaties die dat ze gedaan heeft, gooi dat dan in de comments. Heb je vragen over Travac Business School, gooi dat dan ook in de comments. Dan kan ik ze beantwoorden, of Caroline beantwoorden. Maar misschien even terug naar vorig jaar 2020. Mm-hmm. Je hebt besloten om nog een keer mee te doen met Travac. Corona is dan toegeslagen, heeft een enorme impact gehad op je business. En misschien daar dan als een verlengstuk van, of niet, dat moet je misschien zelf even vertellen, heb je ook besloten om een nieuw project te starten. Ja. Een schaalbaar project deze keer. Want als fotograaf verkoopt u een tijd. Ja, inderdaad. Dus jij pleit voor het passief inkomen en schaalbare businessmodellen. Dus dat heb ik... Niet mogelijk, hè. Dus dat heb ik na het eerste jaar Travac ook wel geprobeerd om zelfs in mijn fotografiebusiness een passief inkomen te genereren. Ik ben geen particuliere fotograaf, dus ik doe geen huwelijken, ik doe geen familieportretten. Dus, en dat zijn zowel de diensten waar dat je meestal als fotograaf wel een passief inkomen uit krijgt door het verkoop van albums, prints en dergelijke. Nu, als business is dat sowieso wat moeilijker. Maar door Travac heb ik wel zitten nadenken over wat is er in mijn business mogelijk om passief inkomen te genereren. Mm-hmm. En enerzijds in de fotografiebusiness is dat wel zo dat ik prints verkoop via een licentie en zo verder. Maar allee, via een fotoagentschap waar dat ik lid van ben. En het is ook wel de bedoeling, dus als die website helemaal af is, om daar een webshop op te zetten voor prints te verkopen zelf. Dus dat komt er nog wel aan. Maar daarnaast heb ik ook zitten nadenken van oké, dat schaalbaar model, daar moet je een keer eens over nadenken. Hè, want inderdaad, anders is het vooral uurtje factuurtje. En
ja, daar moet je toch een klein beetje vanaf. Wil je je tijd nog voor andere zaken nuttig of ja, fun besteden eigenlijk? En, ik wil even onderbreken, Carolien, hè, want vooraleer dat je verder vertelt daarin. Hè, ik krijg wat we doen in Travac Business School, is inderdaad enerzijds je laten realiseren welk verdienmodel dat je hebt en of dat je producten verkoopt of services verkoopt. En heel wat ondernemers of zelfstandigen die in Travac zitten in een uurtje-factuurtje verdienmodel. Hè, of ze nu fotografen zijn, of ze zijn kunstenaars die op maat kunst verkopen, of het zijn consultants of virtuele assistenten of coaches of auteurs niet, maar mensen die ja, basically hun tijd verkopen. En we hebben daar een bonus rond uitgewerkt. Hè. Bouw een online product, een schaalbaar product en zet dat succesvol in de markt met een aantal voorbeelden van producten die ik bijvoorbeeld gemaakt heb en met tools daarbij. En ik doe mijn adresboeken open ook over met wie dat je kan samenwerken om jou daarbij te helpen. Bijvoorbeeld, maar dit jaar in Travac gaan we ook extra, en dat was er vorig jaar niet, maar omdat ik een feedback krijg van ik kan niks verzinnen. Hey, ik snap het wel, ik begrijp dat ik een schaalbaar product nodig heb. Ik zou dat ook willen. Ik zie ook al die voorbeelden die dat jij geeft, maar ik zie het niet voor mijn eigen business. Dus dit jaar gaan we een extra, zeg maar, real-life virtuele brainstorm-sessie doen, voor wie dat daar goesting voor heeft en voor wie dat daar nood aan heeft, om eigenlijk met ideeën naar boven te komen van wat dat jij zou kunnen toepassen in jouw business, wat dat jouw mogelijkheden zijn. Om mensen ook, zeg maar, een extra duwtje te geven op dat vlak. Want dat is niet zo simpel. Jij bent uiteindelijk maar een basically geniaal idee naar boven gekomen, maar dat is niet altijd even simpel. Dus vertel misschien een beetje hoe dat proces geweest is en wat dat er uiteindelijk voortgevloeid is uit dat zaadje dat in Travac geplant geweest is. Ik denk dat ik ook opnieuw in de live van vorig jaar letterlijk heb gezegd van, dat ik ervan overtuigd ben dat elke ondernemer in staat is om een schaalbaar businessmodel te ontwikkelen. Dus ik vind dat super dat nu ook op die manier gestimuleerd wordt, want bij mij is dat gekomen door effectief met twee andere onderneemsters te babbelen, die ik ook via Travac heb leren kennen toen. Anke en Maren. En Maren is make-up artist en styliste. En Anke is social media marketeer. En eigenlijk zagen wij al gauw van, oké, met ons drie maken wij wel een heel goed team. Dus wij hebben eigenlijk besloten om de handen in elkaar te slaan en een project te ontwikkelen, namelijk de Cookie Jar. En dat is een concept die maandelijks zorgt voor een social media pakket. Dus zowel afbeeldingen als social media invulteksten voor de beauty sector. Dus op dit moment is dat nog een vrij grote niche. Maar we hebben echt gigantisch veel plannen. Dus ook alweer hè, door Travac beginnen zo de mogelijkheden te bezien en zo verder. Dus we gaan daar echt wel, ik denk op termijn kunnen we daar een heel groot project van maken. Maar dus als ik het goed begrijp, om het even te schetsen, als ik het goed begrijp, mensen die in de beauty sector zitten, die kunnen bij jullie iets aankopen of een abonnement nemen. Ja, dus dat is. Dus make-up artists, schoonheidssalons, kappers en dergelijke, dus beauticians, die een beetje struggelen om aanwezig te zijn op social media, voornamelijk Instagram, maar ook Facebook, die kunnen eigenlijk bij ons een maand aan social media content kopen. Dus dat wil zeggen dat wij eigenlijk volgens een bepaalde strategie voor elke dag een post gaan geven. Dat is telkens een afbeelding met een tekst erbij, maar die zij helemaal kunnen pimpen en helemaal kunnen aanpassen aan hun eigen huisstijl. Dus ze mogen die foto's kroppen, ze mogen daar een filter over gooien, whatever. We geven ook foto-idees. Dus stel dat ze zeggen van oké, ik wil niet die foto gebruiken, maar ik wil een foto gebruiken van mezelf. Dat kan ook. Dus dan geven we effectief een heel concreet idee van kijk, dat is een foto die erbij past. Ook qua tekst is dat al een alineaatje of een paar zinnen die al helemaal kant-en-klaar zijn, die ze ofwel kunnen posten zoals dat die is, ofwel passen ze die een beetje aan in hun eigen
schrijfstijl. Of soms voorzien we van die invulteksten, waarbij dat ze echt gewoon een beetje kunnen zien van wat past er voor mij in deze tekst. Dus zodat je eigenlijk altijd een gepersonaliseerde post krijgt en dat dat totaal verschilt met wat dat uw buurman bijvoorbeeld koopt. En dat is eigenlijk een bron van inspiratie, omdat iedereen weet dat je op Instagram aanwezig moet zijn voor je business te promoten, maar bijna niemand heeft de inspiratie om daar dagelijks op te zitten, of niet de foto's, of niet de tekst, en zo verder. En daar willen wij nu eigenlijk tegemoetkomen aan die vraag. Aan die nood, En daarbovenop hebben jullie eigenlijk daardoor, want het heet de cookie jar, hebben jullie daardoor eigenlijk een schaalbaar product gemaakt, want dat kan één beauty specialist zijn die dat zo'n pakket aankoopt, maar dat kunnen er even goed 50 zijn, of 5000 zijn, of 100.000 zijn. De hoeveelheid werk voor jullie is hetzelfde. En dat is uiteindelijk waar schaalbaarheid om draait in je model. Ja. Super clever, super goed idee. En fantastisch dat je daar eigenlijk twee travakkers zijn tegengekomen, waar jullie samen traject doorlopen hebben, gezien van, wauw, ik met mijn fotografie skills, jij met jouw copywriting skills en jij met jouw sector skills van de beauty sector. Bam, wat een match made in heaven, geweldig. Super goed idee en een fantastisch nieuw project, schaalbaar project ook. Waar dat je jouw fotografie skills in kwijt kan, maar zonder dat je jouw tijd en jouw uren moet verkopen. Ja, inderdaad. Super cool. We zijn er al aan het denken aan uitbreiding, maar we moeten eerst beginnen te stappen en alvorens dat we aan een sprint gaan beginnen. Dus dat is logisch dat je al over 5 stappen verder zit in je hoofd, terwijl dat je nog stap 1 moet zetten. Ik denk dat dat normaal is. Ja. Daarvoor zijn we ondernemend, als ondernemer. Chris die zegt, zeg, knap, schaalbaar project, jong. Super idee ook van die samenwerking tussen die travakkers. Maar dat is inderdaad... Het feit dat zij ook travakkers waren voor jou, heeft dat iets... samenwerking makkelijker gemaakt? Misschien wel interessant om daar eens op uit te nemen. Ja, we hebben elkaar leren kennen in het eerste jaar, dus 2019, dus ons eerste travakjaar. En het was gewoon heel fijn, omdat we komen alle drie vanuit het Leuvense ook. En het is heel fijn omdat je op een bepaald moment gewoon in dezelfde fase zit van je ondernemerschap. Mm. En het gewoon supergoed op privévlak ook. En dan toen we eigenlijk begonnen met dan de cookie jar te ontwikkelen, dan hebben we eigenlijk gewoon terug die cursus van Travak erbij gehaald. Dus terug de verschillende modules, business model, canvas en zo verder, doorgejaagd. Dus uiteindelijk, het feit dat we alle drie Travaksters waren, was wel een voordeel, omdat je zowel weet van oké, nu gaan we die module doen en nu moeten we dat doen. En iedereen weet van, waarover dat het gaat. En dat is het fijne ook aan Travak, van je hebt die roadmap voor je business, maar elke keer als je zo'n nieuw project gaat ontwikkelen, komt die cursus terug van pas. Ja. Dus, en dat is het fijne eigenlijk, dat je eigenlijk kunt teruggrijpen. Zelfs al staat al een beetje verder als ondernemer, dan nog kun je wel daar altijd wel extra kennis en zo verder bij uithalen. Ja, het is wat dat velen ook zijn, de Facebook Live van woensdagavond, van ik heb eigenlijk in Travak geleerd wat dat het stappenplan is, basically voor elk nieuw idee dat ik in de wereld zou willen zetten. En ze is een creatieve generalist, jij ook. Ik heb je zo geïntroduceerd daarnet. Dus dat wil zeggen dat je wel vaker eens een keer nieuwe ideeën hebt en nieuwe projecten en nieuwe goestingsjes en nieuwe... En dat is totally okay. En nu heb je eigenlijk, een stappenplan gekregen van dat iedere keer succesvol in de markt te zetten. Wat niet wil zeggen dat elk idee een succes gaat zijn. Niet alle ideeën are equally succesvol. Maar je hebt in ieder geval wel een soort stap 1 is dit, stap 2 is dit en stap 6 is dat. Om het zo succesvol mogelijk in de markt te zetten. Of tot de conclusie te komen, er zit daar toch niemand op te wachten. Of het is toch niet zo schaalbaar dat we het zou willen of whatever. En dan op basis daarvan ook jouw ideeën te kunnen... eventueel on hold zetten ook voor een tijd. Dus velen melden dat ook aan. Ja, cool. Sorry, ik dacht dat je iets ging zeggen, daarom dat ik even...
Trouwens, ik ben even naar de tijd aan het kijken. We zijn ondertussen al een half uur aan het babbelen. Caroline, kun je het geloven? Ik denk dat we nog uren zouden kunnen doorbabbelen over de cookie jar en over uw business en over uw ervaringen en zo verder. Maar het is zondag. Ik ben me bewust van uw tijd ook. Ik apprecieer het sowieso dat je al 30 minuten hebt vrijgemaakt om onze Facebook Live te doen vandaag. Maar misschien vooraleer dat we afronden, nog even naar wie dat aan het kijken is. Als je vragen hebt voor Caroline over haar ervaring in haar Travac-traject, over haar business, over hoe dat ze op een schaalbaar idee is gekomen, gooi het even in de chat, zodat we nog live jouw vragen kunnen beantwoorden. Als je vragen hebt voor mij over Travac Business School, gooi je ze dan ook in de comments. Dan kan ik die ook direct beantwoorden. En terwijl dat jullie misschien jullie vragen aan het typen zijn, nog eventjes dit. Deze week heb ik al heel de week Facebook Lives gedaan met verschillende soorten van ondernemers. Zowel ervaren ondernemers zoals Caroline als starters en ondernemers in bijberoep. Waarbij dat ze hun ervaringen delen in hoe dat Travac Business School hen geholpen heeft. En ik plan ook nog tot en met de volgende week vrijdag, dus we hebben er nog 5 te gaan, elke dag om 11 uur een andere Facebook Live. De kalender daarvan, van wie dat er allemaal langskomt en waarover dat we het gaan hebben, dat kan je terugvinden op Facebook, www.facebook.com/zekervanhaarzaak/events. Daar vind je nog de volledige kalender van alle Facebook Lives die er nog aan zitten te komen. En als je nog niet ingeschreven hebt, volgende week vrijdag geef ik mijn jaarlijkse Freedompreneur Workshop, waarin dat je als solo-ondernemer gaat leren hoe dat je kunt groeien in impact en in omzet, zoals Caroline en de andere Travakkers, terwijl dat je wel je vrijheid en je lifestyle behoudt. Die workshop is op vrijdag, volgende week 5 februari, van 12 uur tot 13 uur 30. De beste 90 minuten die dat je for sure dit jaar in je bedrijf en in je groei gaat investeren. Dus als je daar nog niet voor bent ingeschreven, www.travacbusinessschool.com/online-workshop. Niet te missen, want die kopen daar ook zeer tijdelijk, heel eventjes, de deuren van Travac Business School. Dus als je bonussen wilt scoren of zeker wilt zijn van je VIP-traject, dan moet je er absoluut bij zijn. En nu stop ik met mijn sales speech. Ik heb hem ondertussen al 7 keer gedaan, dus dat begint er al vlotjes uit te vallen. Als er nog vragen zijn, gooi ze in de chat. Caroline, ik ga stoppen met babbelen. Is er nog iets wat jij heel graag wilt delen met de mensen die aan het kijken zijn live of uitgesteld gaan kijken naar onze interview? Voor degenen die twijfels hebben of dat nu de juiste moment is, zou ik zeggen, niet twijfelen. Want moest ik in 2019 niet de stap hebben gezet en moest ik gedacht hebben van ik moet eerst en dat en dat en dat hebben, alvorens zo'n businesscursus te kunnen volgen, ja, dan was ik gewoon al een jaar kwijt geweest. Dan was ik een jaar aan het ploeteren en was ik waarschijnlijk geen fotograaf niet meer. Dus gewoon doen. En als er vragen hebben, mogen we altijd nog terecht bij mij. Wauw, dat is echt... Allee, of krijg je daar ik een vel van als je dat zegt? Zo van, ja, ik zou misschien geen fotograaf niet meer geweest zijn, moest ik het niet gedaan hebben. Allee, daar gaat mijn missie dan over. Hè? Want ik zie wat voor een fantastische fotograaf dat je bent. Dat was gewoon werk dat je doet als ondernemer. En het idee dat... Ja, het kleine dingetje dat ik dan gemaakt heb, namelijk Travac Business School, ja, dan zoveel betekent in uw traject als ondernemer. Dat is, ja, dat doet mij dan zoveel plezier. Allee, dat is echt, ja, ik ben er een beetje... Ja, echt, ik ben er een beetje, Mag, en dat kan. Merci, fantastisch om te horen. Christy vraagt nog... nog eens een keer kunnen deelnemen aan Travac. Dat lijkt me eigenlijk wel heel interessant, omdat de tijd mij nu eigenlijk een beetje ontbreekt om alles echt degelijk aan te pakken. Wat zijn de voorwaarden daar rond? Ja, Chris, op zich zijn daar geen voorwaarden rond. Eigenlijk iedereen die Travac gevolgd heeft, krijgt op het einde van onze periode samen, hè, dus dat is in december van dit jaar, iedereen dat Travac dit jaar volgt, krijgt dan de mogelijkheid om opnieuw in te tekenen voor
Travac. Als je een affiliate bent, dan is dat gratis. Ben jij dat niet, dan kan je dat voor een fractie van de kost, kan je dan nog een keer meedoen aan Travac Business School. Je hebt het zelf ook aangehaald, hè, Caroline, van, en dat is wat Chris ook zegt, hè, van ik heb niet echt veel tijd en veel ruimte om alles eigenlijk degelijk aan te pakken. Mm-hmm. Wat is jouw gevoel daarover? Ik denk dat elke Travakker zegt van, ik heb eigenlijk niet de tijd om alles degelijk aan te pakken, want er zit zoveel in die business school. Wat is jouw ervaring daar? Zijn jij daarin gestapt met het idee van, I'm gonna nail it, en ik ga hier alles van A tot Z doen en ik ga dat allemaal implementeren? Of had je daar ook twijfels over? Of dat je voldoende tijd ging hebben om dat eigenlijk allemaal te kunnen implementeren? Hoe was dat voor jou? Je weet ondertussen dat ik een competitief beest ben. Dus ik wou daar door. Maar al gauw besefte ik inderdaad van, oei, die informatie is wel veel. He, dat is gewoon heel leerrijk, wat dat fantastisch is, want je krijgt gewoon heel veel waarde mee. Dus bij sommige zaken kon ik niet meteen verder, omdat ik had nog geen deftige website op dat moment. Ik wist begot niet van waar moet ik al die analytics en zo verder gaan zoeken. Of van die stomme dingen dat ik dacht van oké, dit kan ik nu nog niet doen. Maar ik ga me daardoor niet laten blokkeren ten opzichte van de dingen die ik wel kan doen. Dus dat heeft voor mij echt wel het grote verschil gemaakt, denk ik, ten opzichte van sommige anderen die dan inderdaad zo'n beetje verstijfd zijn. En het is veel en dat is goed. Maar laat u daardoor niet bevriezen of laat u dat niet impacteren dat je niet verder doet. Doe verder met de dingen dat je wel doet. Want uiteindelijk, Rome is ook niet op één dag gebouwd. Uw onderneming, dat kun je ook niet ineens op 6 maanden van A tot Z helemaal perfect krijgen. Dat is een proces. Hè. Doorheen je Travac-periode leert je ook van oké, ik ga daarmee verder met dat idee. En doe dan de dingen ervoor die je tot dat doel brengen, maar blokkeert niet op die andere vlakken. En neemt gewoon mee wat je op dat moment kunt doen. En zelfs al zijde een jaar verder, dan kun je nog altijd teruggrijpen naar die zaken die je op dat moment niet hebt gedaan. Dat is het voordeel van Travac eigenlijk. Ja. Ik denk dat niemand heeft het in de Facebook Lives misschien zo expliciet gezegd de voorbije week. Maar je kunt het wel altijd tussen de lijnen door horen van, heb ik alles gedaan wat ik in Travac geleerd heb? Heb ik alles geïmplementeerd wat ik in Travac geleerd heb? Nee. Mm-hmm. Maar iedereen zegt wel, maar mijn mindset is veranderd, mijn zelfvertrouwen is veranderd, mijn business is veranderd, waar ik nu sta, is niet te vergelijken met waar ik een jaar geleden sta. Ondanks het feit dat ik niet alles gedaan heb, ondanks het feit dat ik niet alles geïmplementeerd heb, ondanks dat, heb ik wel een enorme boost gehad in mijn mindset, in de impact die dat. Dus fijn om te horen dat dat voor jou ook zo was. Ik heb niet alles gedaan, hè, wat ik geleerd heb in Travac. Maar toch wel die resultaten geboekt. Dus per se om dat ook nog eens een keer te delen. Tineke zegt trouwens, Tineke Grauwels, ook een ex-Travakster. Ze zegt, ik vind het zo knap hoe dat jij je creativiteit en je zakelijk inzicht verzoent met elkaar. Oh, dat is lief. Trouwens, voor degenen die het nog niet weten, een klein beetje reclame voor Tineke, want wij hebben elkaar ook inderdaad leren kennen tijdens Travac en zij is nu mijn boekhouder. En Tineke, wij vinden dat ook heel knap, hoe dat jij zakelijk inzicht en creativiteit verzint als boekhouder. En vooral al die automatisatie en zo verder, wat dat ook weer met een business goed vooruit heeft geholpen. Zalig, fantastisch. Fantastisch. Merci trouwens, Tineke, om te reageren op. Goed, we zijn ondertussen al een dikke, bijna 10 minuten over onze tijd aan het gaan. Heb jij nog iets aan te vullen, Caroline, dat je graag nog wil delen met de mensen die aan het kijken zijn? Anders kunnen we misschien op het gemakske afronden. Dat is oké. Dat de zondag gaan beginnen, zegt. Ja. Hij is al begonnen, hè. Is dat geen begin van de zondag vandaag? Een beetje bijkletsen met elkaar. Fantastisch. Caroline, merci voor uw tijd. Heel waardevol om uw ervaringen
over Travac te delen, ook als ervaren onderneemster, want je bent wel al even bezig als je gestapt bent. Je bent al een aantal jaren bezig als onderneemster, dus merci ook om die ervaring te delen. Merci ook hoe dat Travac jou geholpen heeft om een schaalbaar product te ontwikkelen, hoe dat jij de mensen hebt gevonden in Travac om dat daar dan samen mee te doen. Heel leuk om te horen hoe dat die community jou dan geholpen heeft ook om dat waar te maken. En merci voor 40 minuten van uw zondag met mij te willen spenderen en vragen te beantwoorden van waarschijnlijk Travakkers die er dit jaar gaan instappen. Dus merci daarvoor en een fantastische zondag gewenst. Wie dan nog aan het kijken is, merci om er live bij te zijn. Ik heb mijn salespraatje al 10 minuutjes geleden gedaan. Ik hoop dat ik jou terugzie op een volgende Facebook Live of op onze Freedompreneur Workshop volgende week vrijdag 5 februari 12 uur. Stipt en dat gaat absoluut de moeite worden. Fijne zondag allemaal en merci om erbij te zijn vandaag. Ciao, dadah. Ciao.